Hoi, fijne dag, mijn beste koetjes. En welkom bij een nieuwe aflevering van SimCity Steden van de Toekomst, seizoen nummer 2. In deze aflevering spelen wij weer verder in onze mooie gokstad Wooteria, die het eigenlijk een keer goed doet. We verdienen nu 6000 SimDollar per uur, naast dat we nog heel veel centjes binnenkrijgen van de gokstad gewoon. En we hebben nog wat leningen openstaan. Ik was geen rekeningen, maar kom bij je op hetzelfde neer. Wie boeit het ook gewoon wel wat. Maar goed, in deze aflevering gaan wij ons focussen vooral op de stad te groeien en een beetje alle problemen op te lossen hier zo hier en daar wat gaat dicht. Je weet wel dat het gekke geit, de gebruikelijke shit die ik in deze game als een beetje doe. Maar goed, we gaan even kijken hoe het ervoor staat met de vraag naar dingen. Routine is er heel veel vraag naar winkels met een gemiddeld en een hoog inkomen. Dus dat kunnen we op zich wel deels oplossen door hier zo bij onze elite megatoren een parkverdieping neer te zetten. Of een verdieping neer te zetten. Voor rijke inkomens, een winkelverdieping wel te staan. Dus dat lost op zich wel een heleboel op. En dan kunnen er maximaal 90 winkelaars komen. Nou, dat is niet zo heel veel. Ik had eigenlijk meer verwacht, maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit. We kunnen overigens hier zo naast en hier zo kunnen ook nog wel wat winkels neerzetten. Gewoon een beetje om aan die vraag te voldoen. Aan winkels met een hoog inkomen. Want ja, er zijn blijkbaar heel wat rijke stinkers in de stad. Misschien hebben we ook heel veel rijke stinker toeristen. Die hier lekker de zinkjes willen uitgeven. En wat ben ik voor een goede slechte burgemeester, al zou ik niet aan die vraag voldoen. Toch? Tenminste, dat vind ik dan wel, hè. Ik moet wel de goede burgemeester die luistert naar zijn burgers. Ik kan natuurlijk ook een beetje een soort dictator spelen en niet doen. Maar ik denk dan dat ik dan een soort volksopstand op handen krijg. En dat is niet zo heel fijn. Oké, niet alle winkels hier zijn zo te zien van een laag of gemiddeld of een hoog of gemiddeld inkomen. Ze hebben hier bijvoorbeeld winkels met een laag inkomen en dat willen we niet in dit gebiedje. Want dit is een beetje de rijke wijk. Het is een beetje het bloemendaal van SimCity zou we kunnen zeggen. Gewoon heel veel rijke tata's hier en die hebben heel veel centjes en die willen dan niet in een pauperwinkel een shit gaan uitgeven. Dus we moeten maar eventjes aan die vraag voldoen en per ongeluk daar een park neer zetten, wat niet eens de bedoeling was. God damn it. Oké, er staat een huisje, is er iets mee of zo. Beschikbare banen met hoog inkomen. Oké, dan zullen we daar zo meteen nog een verdieping moeten opgooien. Maakt niet zoveel uit, dat komt allemaal goed. Maar goed, laten we eens even een parkje neerknallen, zoals ik al zei. Een beetje die een grote invloedssfeer heeft. Misschien is dat park, past dat hier? Nee, jammer dan. Dus even kijken, dan moeten we dus iets kleiners, compacters hebben. Maar wel dat het een redelijke invloedssfeer heeft. Ja, hier zo perfect. Dan pak je meteen een heleboel van die winkels hier zo voor laag en gemiddeld inkomen. En dan badwink bada boom. Meteen geupgrade naar gemiddeld inkomen of hoog inkomen. Dat is mooi. Meer winkels voor gemiddeld inkomen, meer plezier zullen we maar zeggen. Oh, die is trouwens al best wel gedaald. Maar ja, er is heel veel vraag naar redelijke vraag winkels van met een gemiddeld of een laag inkomen uit andere gebieden. Dus dat doen we dan ook maar gewoon aan. Dus even kijken, nu is het probleem dat ze niet genoeg werknemers hebben. Dat klopt op zich wel, want er is heel veel vraag naar mensen met een hoog inkomen. Dus op deze toren gaan we dan maar eventjes een nieuw dingetje koop neerknallen. Eens even kijken. Ik denk dat we deze maar even gaan verwijderen dan. En een gemiddeld parkje neerzetten. Dus dat het gemiddelde inkomen parkjes worden. Of dat het gemiddelde inkomen winkels worden. En niet hoog inkomen. Want dat halen we anders al een beetje de winst weg van ons andere gebouw daar zo. Of onze woonverdieping. En dat is een beetje kut. Dus dat willen we niet. Dus even kijken. Zet een mooie promenade met bomen neer. Kijk, dat upgrade het wel een beetje. Maar het is niet heel erg. Even kijken. Ja, kijk. Het is nu deze landwaarde. Dus als het goed is, gaat het zometeen wel weer verbouwen. Dus even kijken. Ja, nu hebben we gemiddeld inkomen. Mooi. Dat los ik zelf weer een beetje op. Hoeveel banen hebben we trouwens openstaan voor mensen met een laag inkomen? Dus even kijken of hoog inkomen. Aardig wat, 700, ja. Dus dat gaan we deze oplossen. Nieuwe winkelpassage gebouwd. Oké, ik weet niet wat dat is, waar dat is, wat dit alles is, wat is het leven. We gaan diepzinnig hoor, hier bij, ik kan zeggen rollercoaster met een stuk subsidie, dus daar klopt gewoon bal van. Maar goed, weer een winkelverdieping erop, is pittig duur, maar we kunnen er eigenlijk wat inkomsten uithalen en we hebben toch de centjes ervoor, dus dat is fijn. Even kijken, hoe staan we deze megatoren voor? Iedereen tevreden? Nee, we hadden gisteren verlies gemaakt erop. Komt mogelijk omdat er niet veel genoeg winkels waren ofzo. Overigens hebben we ook nog even veel banen openstaan voor mensen met een gemiddeld inkomen. En er is veel vraag in de industrie. Dat klopt op zich wel, want ik kreeg net allemaal klachten binnen van mensen. Oh, dit gebouw is ook helemaal afgefikt. Oké, ja, geen wonder dat niet genoeg vrachten geproduceerd werden. Maar ik heb dus klachten van de winkeliers binnen. Die zeiden van, yo, Wouter, we hebben niet genoeg vrachten. We kunnen niet onze shit schuiven naar de toeristen. Bouw wat meer fabrieken, yo. Dat zei ze exact zo. Dus daar moeten we maar eventjes wat aan gaan doen. Ik denk dat ik dan gewoon dit even plat gooi. En hier in de industrie neerzet. Alhoewel, is wel gevaarlijk, want het is echt in de buurt van een woonwijk. We kunnen natuurlijk ook gewoon de vuilnisbelt plat gooien, de stortplaats. En hier gewoon heel de industrie neerzetten. Want ik zou voor de rest niet weten waar ik anders mijn industrie kwijt zou moeten raken. Misschien als we het windpark plat gooien, wat op zich makkelijk kan. Want we hebben zo'n mooie zonne-energie converter op het dak. Die heel veel energie produceert. Kijk maar, we hebben toch nog te veel ervan. En hoeveel produceert deze? Oh, nog niet eens 23 of 32 kilowatt per uur. Net aan.
Dus dat is wel, dat kan wel weg. Dan gaan we hier gewoon lekker industrie bouwen. In de buurt van, ja, ook nog eens deze zooi hier. Hoe heet die ook weer? Het vliegveld. Soms kan ik gewoon niet aan mijn woorden komen. Ik weet ook niet waarom. Gewoon een brain fart. We kunnen dat wel noemen. Maar eens even kijken. Dan gaan we hier dus gewoon een industriële vlakte neerzetten. Niet echt een hele goede plek op neerzetten. Want ja, het is in het buurt van het water. Laat ik het water allemaal vervuilen. Sterven allemaal orka's en zo. Gaat Greenpeace mijn fabrieken sluiten en dergelijke. Moeten we niet hebben, eerlijk gezegd. Maar ja, het is even niet anders. Want hier hebben we echt een hele goede ruimte. Hey, we hebben weer lekker centjes binnengekregen voor onze casino-missie. Dat is fijn, dat is mooi. Maar weet je, als ik deze industrie neerzet, dat verhoogt ook meteen weer even de banen van alle mensen. En dat is op zich ook wel weer oké. Vooral voor mensen met een gemiddeld inkomen. Voor een laag inkomen maakt niet zo heel veel uit, want daar hebben we op zich wel genoeg van. En de vervuiling gaat maar deze kant op, dus daar wil het ook echt hebben. Mooi, dus dat gaat eigenlijk best wel oké, moet ik toegeven. Alleen even het opleidingsniveau moet hoog gepompt worden, of ons techniveau, want dan is echt poepie laag, dacht ik. Ons onderwijsniveau is goed, maar ons techniveau is echt gewoon kak. Dus even kijken, die zoek ik niet, dat is de onderwijskaart. Ik zoek de techkaart. Hierzo. Eens even kijken. Die zoek ik ook niet. Waar de fuck staat het ook weer? Hoe kan je... Oh, hier staat dat het uw techniveau is. Kijk, mijn onderwijsniveau is op zich wel heel goed. Maar mijn techniveau is gewoon heel laag. Dus dan kunnen we even verbeteren door een hogeschool neer te zetten. En die valt ook technisch niveau van gebouwen. En dan kunnen we die neerzetten bij de vuilnisbelt. Ik denk niet dat heel veel mensen dat waarderen. Maar dat moet maar even zelf. We kunnen hem hier natuurlijk neerzetten. Dat gooit op zich ook landwaarde. Die wonen een beetje omhoog. En wat is dit, een hotel? Wauw, dat is best wel een nice hotel, eerlijk gezegd. Chic de Fremont Suite. Ja, dat klinkt dus heel chic hotel. Dus even kijken, wat voor winkels staan hier nu? Oh, gemiddeld inkomen, die wou ik inderdaad, ja. Geen winkelaars. Hoe kan dat nou? Maar dat klopt op zich wel trouwens. Dat waar we eerder achter komen. Eens even kijken. Hier kunnen we ook makkelijk een dingetje neerzetten. Een hogeschool. Maar ik vind het geen mooie plek daarvoor. Ik ben wel geneigd om hier neer te zetten, want hier hebben we gewoon de ruimte ervoor. En de vuilnisbelt die heeft toch niet ruimte nodig, want we hebben mooi die afvalverstuivers. En die zorgt voor een groot deel wel dat het afvalprobleem weggaat. Dus even kijken, hoe staat het met de bacteriekaart ervoor overigens? Is het hier heel veel bacteriële viezigheid of zo? We zullen zien. Bacteriekaart. Oh nee, dat valt hartstikke mee. Dat is mooi. Nou, oké, dan zetten we hier gewoon de hogeschool neer, maakt me niet zoveel uit. Ja, die gaat dus even techniveau omhoog gooien hier en daar. Ja, het onderwijsniveau heeft denk ik meer te maken met of iedereen wel een opleiding heeft gehad of niet. Waarom staan er heel veel studenten niet ingeschreven? Dat vind ik best raar. Is dat omdat deze school gewoon propvol zit? Nee, niet eens. Hè? Waar ligt dat dan aan? Ik weet het niet. Misschien hebben we wel niet goede dekking met onze bushaltes voor schoolkinderen. Maar dat valt op zich ook wel mee. Want we hebben overal wel gewoon een groene dekking zo te zien. Dus dat klopt niet. Dat is raar. Ja, misschien even hier ook overigens erbij zetten. Dan kunnen ook even de rijkluiskinderen naar school. Maar wat hier, als het goed is, ook nog een schoolverdieping opgezet, dacht ik toch. Moet ik even kijken waar die ook weer staat. Nou, deze woonverdieping weer. Wat is er met jullie aan de hand dan? We zijn gewonden, we hebben een ambulance nodig. Oh, hopelijk komt die snel. Anders gaan ze weer alles verlaten daar. En dat moeten we ook weer niet hebben. Maar eens even kijken. Onderwijsverdieping, die zocht ik. Winkelverdieping, die zocht ik niet. Onderwijsverdieping. Ja, kijk, die kan maximaal 2000 leerlingen. En er zitten in totaal maar 800. Dus waarom zijn al die leerlingen niet ingeschreven? Die zijn gewoon allemaal schoolverzuim aan het doen en dergelijke. Dat willen wij niet. Ze moeten gewoon naar school gaan, verdomme. Even kijken. Wow, 2000 beschikbare banen voor mensen met een laag inkomen. Damn, misschien moeten we binnenkort maar even een nieuwe megatoren inzetten. Maar dan is de vraag, waar? Ja, we kunnen natuurlijk dit even plat gooien overigens. En dat we daar dan gewoon een megatoren inzetten. Ik bedoel, space enough, I guess. En dan, ik denk dat het helemaal geen slecht idee is overigens om dat te gaan doen. Maar even hier een week plat gooien of twee en dan gewoon een megatoren neerzetten. Ik bedoel, we hebben de financiën ervoor, dus dat kan makkelijk, die investering. Onze arbeiders gaan dood, help. Waarom gaan jullie arbeiders dood dan? Wat is het voor gekkigheid? Er vinden maar geen mensen voor onze vacatures. Dat is vrij legit, I guess. Deze mensen zeggen dat de zaken wel goed gaan. Waarom? Waarom gaat het niet supergoed bij jullie? Oké, deze zijn allemaal op zich wel oké. Waar ligt het dan aan? Hebben ze niet genoeg centjes? Hebben ze niet genoeg vrachten? Waar ligt het aan? Misschien hebben ze ook gewoon personeel tekort. Ik denk het overigens wel. Er zitten hier maar 12 arbeiders en ik weet niet hoeveel daar kunnen werken, maar dat zijn er waarschijnlijk niet genoeg. Jammer genoeg. Nou, ja, maakt niet uit. We hebben tenminste wel genoeg vrachten voor alle winkels hier zo. Wat wel fijn is, want dan hebben we weer vrachten en zo. Is heel gelukt. Die gaat ook omhoog. Waar ligt het trouwens aan om hun niet gelukt te zijn? Want personeelsterfte, ja, ik kan me voorstellen dat het niet zo fijn is. Eens even kijken. Misdaad is een probleem. Vrachten zijn een probleem. En niet genoeg winkelaars zijn een probleem. Nou, de vrachten worden dus goed opgelost binnenkort. Ziekte is nog steeds een probleem. En werkloosheid. Ja, dat klopt op zich ook wel. Voor mensen met een gemiddeld inkomen, dacht ik. Ja, wat als we hier gewoon bij deze woontoren kunnen we wel een verdiepingje erop gooien voor, kijk, gemiddelde technologie, dan creëer je dat weer heel wat banen. Ik weet hoeveel banen erbij komen. Valt ook niet te zien momenteel. Misschien als we hier even kijken, dan kunnen we dat meteen weer even zien. En dat kan niet. Heppa. Nou ja, dan moeten we maar gewoon even wachten tot het ziet. Nieuw pakhuizen bevatten de meest geavanceerde. Oh yes, we gaan dan naar techniveau 2. Dat is fijn. Ik weet trouwens niet wat het nou verbetert. Misschien hebben ze dan minder arbeiders nodig als we dat doen. Als ze dus techniveau omhoog gaan.
Of ze hebben. En ze hebben minder arbeiders nodig en ze produceren meer. Maar ik weet het niet. Volgens mij gaan ze dan meer automatiseren. Dus dat zorgt ook weer voor meer werkloosheid op den duur. Dus dat is misschien niet heel handig. Terwijl we nog heel veel banen open hebben staan voor mensen met een laag inkomen. Echt, bah. Het is gewoon vies hoeveel. Maar ja, misschien wel ondertussen wat huisje upgraden hier en daar. Deze bijvoorbeeld, er vast niet ruimte voor. Hé, nee, dat is normaal zo. Ze hebben nooit ruimte om te upgraden. Nou ja, dan gaan we denk ik maar gewoon een extra woontoren neerzetten. Dat is echt gewoon helemaal geen slecht idee. Gaan we gewoon deze wijk helemaal plat gooien. Ik moet trouwens wel neerzetten dat ze hier geen huizen moeten weerbouwen, want dan kan ik weer helemaal overnieuw beginnen. Of opnieuw. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ik weet het echt niet, joh. Zo slim ben ik niet. Dat we al deze shit verwijderen, al deze huisjes. En dan hoop ik dat er een megatoren past, anders moeten we nog even een wijk plat gooien. En dan zeg ik maar, het zij zo. Dus even kijken, wat is er aan de hand? Welke heeft het probleem? Megatoren. Ja, één bovenverdieping is waarschijnlijk ontevreden. Winkelverdieping of hoge inkomens nodig? Hè, maar dat was toch wel snor, dacht ik. Kijk, dat dacht ik al. Moeten we dus hier ook nog eventjes dit plat gooien, gok ik? Of wat moeten we nog meer plat gooien? Ja, dus we moeten deze weg ook nog even plat gooien. Ja, zoals ik al zei, het zij zo dan maar eventjes. En dan kunnen wij dus mooi een extra megatoren neerknallen. Meer inwoners, meer plezier. Ik weet niet hoeveel we maximaal we in de stad kunnen hebben, maar misschien ga ik dat aantal proberen te verkrijgen. Dus even kijken, gaat het lukken? Nee, bovenop weg. Dan moet deze weg dus ook nog maar eventjes pleiten gaan. De weg is weg, weg, weg. Harry Potter referentie. Woe! Dus even kijken. Hartstikke idee. Extra megatoren erbij. Nice. Gloednieuwe reusachtige megatoren. Dat zie ik graag. Maar wel, wat is er aan de hand? Waarom is deze bovenverdieping ontevreden? Oh, jij bent ziek. Oké. En ze hebben winkelaars nodig. Dat is ook niet echt vrij nieuw, dacht ik. Ofwel, kunnen deze niet ondertussen upgraden of zo? Ja, bijna, bijna. Dat is fijn. Krijgen we weer mensen met een hoger inkomen deze kant op. We hebben overigens nog veel banen openstaan. Oh, ja, holy shit. Gewoon 7000 banen openstaan voor mensen met een laag inkomen. Voor een hoog inkomen. Ik denk dat we nog even een bovenverdieping hierop moeten knallen, want deze zit waarschijnlijk vol, of niet deze bovenverdieping? Ja, zo te zien wel, gewoon 300 zit er al in. Het zijn helemaal niet zo heel veel per verdieping, want als we bijvoorbeeld hier een bovenverdieping voor gemiddeld inkomen pakken, er zit al 600 in, dat is gewoon dubbele. Ach ja, die rijke mensen hebben natuurlijk wel wat meer ruimte nodig, daar zijn ze bereid meer voor te gaan betalen. Dus weet je, ik vind het helemaal best als ze dat gewoon bereid zijn om te doen. Wie ben ik degene om daar dan problemen van te maken? Helemaal niemand. Kijk, dit bij bestaand kruispunt. Hè, kut. Ik heb liever dat het gewoon recht zit, maar ik krijg een of andere schuine kutbocht. Dat wil ik helemaal niet. Oké, misschien moet dan eventjes kruispunt hier verder. Heeft dat negatieve consequenties? Nee, joh. Nee, joh. Doe maar gewoon. Behalve dat ook dat daar ook een stukje weg was. Maar dat is dan nog een of andere halve gaar kruispunt. Een beetje heel vaag te doen. Oké. Ik kan dus wel nieuwe huisjes komen als we daar zin in hebben. Hoeveel mensen wonen hier ondertussen al? 1200. Oké, dat zou ze een beetje het banentekort niet helemaal moeten oplossen. Ze zijn steeds 3000 banen open. Ze zijn fucking sick. Daarom wil ik ook echt heel graag die archeologie. Want je hebt altijd werknemerscore in deze game. Altijd. En als we die archeologie hebben, dat lost echt een heleboel op. Maar ja, met deze stad dragen we echt helemaal niks bij aan de archeologie. Want we kunnen het gewoon niet. We kunnen het gewoon momenteel niet doen. Oké, okay, we kunnen trouwens deze kunnen we weer upgraden, zo te zien, of niet? Oh nee, heppa, hebben we dat net die kans gemist? We zouden hem kunnen upgraden, maar blijkbaar was de game zo van meh. We moeten dus de afdeling entertainment inzetten, maar die kost iets van 300.000 simdollars en dat heb ik momenteel gewoon niet. Wat kunnen we hier overigens nog doen? We kunnen hier waarschijnlijk nog wat upgrades inzetten voor Chic Casino. En was ook helemaal niet vergeten dat ik hier ook nog een winkeltje had neergezet. Gekheid allemaal. Ja, we hebben dus nog steeds een vrachtentekort vanwege redenen. Zou dan met mijn industrie ervoor produceren die wel genoeg kratjes? Kratjes bier? Weet ik van wat ze produceren. 24 vracht. Ik denk dat het dan gewoon is. Is dit een middeltech gebouw? Nee, het is nog steeds laag tech. Maar het techniveau gaat omhoog. Dus dat is mooi. Het is wel futuristisch gebouw. En dat is wel redelijk oké, I guess. Het is gewoon leuk om te zien. Dat doet me weer een beetje. Dat doet wel weer een beetje. Het steden van toekomst idee meer erbij doen. Even kijken. Ja, daar gaan we misschien binnenkort beter vracht produceren. Is dit al trouwens techniveau? Nee. Hoe gaat het techniveau omhoog dan? Of techniveau gesproken, hoe staat het ervoor met onze hogeschool? Gaan er veel mensen naartoe of niet? Nee, nu maar 18. Ja, het is natuurlijk ook 6 uur ochtends. En ze hebben ook gewoon 6 uur ochtends les. God damn, maar zou ik dat op school hebben, dan zou ik gewoon finaal gek worden. Niet normaal. De vroegste les die ik kan hebben is 8:30. Dat is al een verbetering van vorig jaar, want toen begonnen we om 8 uur wel eens. En dat is geen pretje. Dat is vooral toen ik nog in Wieringerwaard woonde in plaats van Leeuwarden. Toen moest ik 5 uur opstaan om 8 uur op school te zijn. Maar ja, dat is ook gewoon gekkigheid. Elke dag heen en weer met de bus. Ik ben blij dat ik hier niet woon. God damn. Even kijken, kan hij hier zo? Zegt hij dan, kruispunt in de buurt. Buh, zei ik zooi. Maar nee, dit is wel goed zo. Mooi, mooi, mooi. Dat trouwens voor met ons misdaadcijfer. Is veel misdaad gepleegd? Wordt er weinig misdaad gepleegd? What's on the hand? Oh, heel veel werklozen hier waarschijnlijk, of niet? Nee, wel veel criminelen. Echt gewoon 15. Godsamme zeg. Daar is een boel, daar is een boel. Ja, we moeten binnenkort misschien even upgraden naar een betere politiebureau. Dus naar het politiegemeente of zo heet dat ding. Ik weet niet eens meer hoe die heet. Hoe heet die poep ook weer? Politiedistrict, dat is het, ja.
En dan kunnen we dus 50 cellen en dan kunnen we gewoon die kleine plat gooien. De vraag is, we gaan hem neerzetten. Ik denk dat dit trouwens wel de ideale locatie is, of hier zo. Maar dat moeten we dan nog eventjes zien. Nou, kijk, ze willen lekker huisje aan het upgraden daar zo, hier en daar. Fijn om te zien. Even kijken, nog steeds heel veel banen open voor mensen met een laag inkomen. Of hoog inkomen, by the way. Dus we moeten hier dan maar eventjes een nieuwe verdieping erop gooien, woonverdieping. Wat is er met jullie aan de hand? Deze is nog niet eens vol. Oké, nou dan wachten we daar gewoon even af dat daar mensen zitten. Oh, kijk, dit is ook weer technisch wel mogen gaan. En deze ook. De vooruitgang laat zich niet stoppen. Dat is fijn. Eerst waar de industrie van de stad gaat van start. Ah, kijk eens aan. Deze is ook een techniveau omhoog. Dat gaat al redelijk snel. Damn. Kijk, hebben we niet een mooi overzichtje daarvoor of zo? Als we het techniveau kunnen zien? Nee, niet echt. Dan moeten we dus dat andere overzichtje hebben. Hier zo, bij onderwijs. Techniveau. Nou, ik zie ook niet. Ja, het is echt gewoon een radertje hier zo. Radertje heet dat toch, ja? Is erbij gekomen. Dus onderwijsniveau is een beetje gedaald. Hoe kan dat nou weer? I don't know. Is een beetje raar shit allemaal. Oh, hoe kunnen ze nou? Ik denk dat we even een extra collegezaal moeten bijzetten. Of een extra vleugel. Maakt eruit, collegezaal. Wie zegt het? Ik heb. Dan zetten we hem even bij, want dan kunnen ze nog meer leergierige studenten opleiden. En dan kan ons techniveau nog eerder stijgen. Hoop ik althans. Hé, hey, verzoek naar procesfabriek goedgekeurd. Nice zou ik zeggen, maar ja, dat is niet onze stadsspecialisatie. Maar ik wil toch gewoon een beetje ons techniveau omhoog pompen. Want ja, dan kunnen we meer kratten produceren. En dat is helemaal niet verkeerd. Oké, we gaan even kijken naar ons casino hier. Zo kunnen we daar nog iets bij neerzetten. Een clubje of zo. Wat is dit? Een pokerruimte. En laten we even kijken. Een mooie pokerruimte erbij. Wat kunnen we daar trouwens mee? Pokerruimte. Als je een strakke pokerface hebt, gaan ze met koffers van geld. Ga je zo met koffers van geld naar huis. Dat is wel een kleine pokerruimte, moet ik toegeven. Het is niet zo heel groot. Alhoewel, nou ja, de verhouding met die mensen is op zich gewoon een redelijke pokerruimte. Maar ik weet het niet. Wat doet dat eigenlijk? Komen er dan meer gokkers deze kant op? Oh ja, met lage inkomen gokkers. Die wil ik helemaal niet. Ik wil mensen met een hoger inkomen. Want we zijn nu een beetje een pauperstad. Van mensen, van paupertoeristen die hier paupergeld komen uitgeven. Niet dat ik het probleem vind dat ze geld komen uitgeven, maar toch. Weet je, dan heb ik liever de goede shit. Dan heb ik liever de rijke tata's die hier naartoe komen en, naar mijn casino's gaan. Maar ja, je kan niet altijd alles hebben. Wat is er aan de hand met de scholen? Zit toch weer vol laagschot? Fabrieken klagen dat geen hoogopgeleide arbeiders zijn. Wat? Dit is geen fabriek. Game, dit is duidelijk geen fabriek. Dat is de toren van onze koningin, Maxima. Ah, rare game ook. Maar ja, misschien hebben deze fabrieken die klaagt daar een beetje over. Vaak, dan hebben die blijkbaar geen bedrijfsonderzoek gedaan. Of we dat hier gingen settelen. Of er wel genoeg opgeleide mensen waren. Nou ja, dat is hun eigen schuld dan. Niet mijn schuld. Even kijken, hier zo dit even verwijderen. Had ziek idee. Gaan we deze hierop aansluiten. Dan gaan we nog casino neerknallen. Maar ik bedenk me net trouwens dat we hier wel een leuk zo'n casino hebben. Maar later moet hier nog allemaal dingen van die casino komen. Maar goed, laten wij gewoon even een extra casinootje neerknallen. Dus even kijken. Gewoon deze weer. De sci-fi casino. Die ging de vorige keer natuurlijk niet zo heel goed eerder. Want toen maakten we er gewoon verlies op. Want er ging geen hond naartoe. Maar nu gaat het hopelijk beter. We zullen zien. Komt er trouwens de landwaarde omhoog? Wat? Oh, dat doet het ook nog eens. Holy shit, dat had ik niet verwacht. Nou, ik echt niet verwacht. Maar ja, meer casino's. Meer mensen die hier naartoe komen. Meer change uitgeven. Laat het hopen althans. Misschien moet ik overigens ook nog eens even trams gaan neerzetten. Of metro's of zo. Want die doen het zich ook wel redelijk goed bij de mansion. En dan even een hotelletje neerzetten hier zo. Wat zijn dit voor laag inkomen? Zeker goedkoopkamers, ja. En toeristen met een laag inkomen gaan dan naar deze disco club, voor dat ding ook mag heten. Maar ja, de stad wordt aantrekkelijker. We hebben al drie. Ja, we hebben volgens mij al drie van deze dingen neerzet, ja. Ook de Tokyo Toren. En we gaan een extra evenement doen. Eens even kijken. Ja, het levert toch mooi 42.000 simdollar op. Not bad, not bad. Oké, de aflevering loopt al eens een beetje. Nee, maar daar ben ik niet zo heel veel uit. We hebben nog een minuut. Dus wat ga ik in de tussentijd doen? Ik weet het niet. Misschien even een beetje kijken naar de vraag naar alles hier zo. Ja, vraag naar industrie is wel afgenomen. De vraag naar gemiddeld inkomen winkels aan toenemen. En vraag naar laag inkomen winkels ook. En er is nog redelijk wat vraag naar mensen met een hoog inkomen. Maar voor de rest is even kijken. Ja, er zijn steeds heel veel banen voor mensen met een laag inkomen. Dus als we hier nog een woonverdieping opknallen, dan zou het helemaal goed moeten zitten. Maar ik ben bang dat ik ook misschien een klein beetje werkloosheid ga dan creëren. Want er kunnen maximaal zo'n 1200 mensen of zo op zo'n verdieping. Ja, volgens mij wel. 1200 mensen en we hadden iets maar van 1000 mensen nodig. Ja. Ja, dat klopt. We hebben nog heel veel aardig werklozen voor gemiddeld inkomen. Maar dat is iets heel erg. Zolang ze weer de criminaliteit ingaan, is alles helemaal goed. En we hebben last van stoptrioleringen. Oh god, no. Nu komt alle poep weer naar boven. Oh nee, nee, zombies! Oh god, dit is kut. Hoe kan het nou weer? Oh nee, nu gaat mijn halve stad dood. Oh nee, dit is het einde. Dit is echt het finale, het einde van mijn stad. Mijn stad gaat natuurlijk keihard instorten. Als de halve bevolking uitgeroeid wordt, dan stort gewoon mijn hele stad in. Dan heb ik geen arbeiders meer. Dus die betalen geen belasting meer. En er zijn zoveel toeristen. Oh, god damn it.
Even kijken, waar zijn die zombies dan? Misschien neemt de politie wel gewoon het heft in handen. En knalt al die zombies neer. Maar het ontstaat trouwens bij zo'n kliniek. Ja, hier zo ontstaat het altijd. Zijn de zombies al goed bezig of niet? Zijn er al gebouwen leeg gegaan of niet? Ik hoor sirenes, dus mogelijk is de politie al goed bezig. Oh ja, daar hebben we een zombie. Eens even kijken, waar ga jij naartoe? Een zombie, meneer, mevrouw, wie ben jij? Ik weet niet, ik kan niet eens selecteren. Oh ja, hier wel, hartstikke idee. Zombie heeft zin in hersenen, doe eens even niet. Ga alsjeblieft niet met mensen doodmaken. Nou, hij stumbelt nu gewoon een beetje rond. Dus het is gewoon even wachten tot dag is. En dan is hopelijk alles opgelost. Waar gaat hij naartoe? Naar dit huisje. Oh nee. Gaat weg. Oh shit, er is al een zombie. Nee, die gaat het huis uitroeien, of niet? Ja, damn. Opgegeten door zombies. Daar gaat het eerst huisje. En ze gaan ook naar dit appartementengebouw. Maar weet je, breed als zonnig kan. Dit zorgt ook meteen dat de werkloosheid weggaat. Misschien niet op een goede manier, maar het gaat wel weg. Damn it. Dus even kijken, kunnen we deze zelfs tussen upgraden? Nee, dat is waarschijnlijk ook uitgeroeid. Voor mij kan het alleen bij huizen dat ze uitgeroeid worden en bedrijven, niet bij dingen die je zelf plaatst. Dat zou anders heel nuttig zijn, want dit ding heeft veel geld gekost. Dit ding heeft aardig wat geld gekost. Dit allemaal heeft veel geld uitgekost. Als al die zombies dat gaan opvreten, ja, dan hebben we aardig een probleem. Nou, dit huis kan dus wel weg. Is de zombie-uitbraak contained? Ik zie daar wat schietpartijen. Dan wordt het huis over opvreten of zo. Laten we even kijken, wat is hier aan de hand? De zombies komen. Ja, dat is inderdaad best wel een domper op je goede humeur, denk ik. Nou, de politie is momenteel vechten met die zombie. En die zombie die zou winnen, denk ik. Ik weet niet, wat gebeurt er? Wat gebeurt hier? Ze rennen gewoon een beetje rond het huis heen. Die moment achterna zit er een zombie, ja. En er komt nog een zombie kijken of die valt dit huis aan. Oh, damn. Ja, weer een huis opgevreten. Nou, nice. Damn it, zeg. Ik weet altijd niet hoe je dit kan voorkomen, zo'n zombie uitbraak. Dat is voor mij totaal willekeurig. Oh ja, kijk. Politie is er weer aanwezig. Die schiet erop. Even kijken, is dat politie dan? Of wat is dit? Nee, die persoon ziet er een beetje gewond uit. Ik hoop niet dat hij gebeten is, want dat zou de zombie-uitbraak niet echt ten goede komen. Ik ga trouwens bij de hoge hoogtes ervoor, dit gebouwtje hier zo. Gaat daar goed? Of wordt daar iedereen ook uitgegroeid, de zombies? I don't know. Even kijken wat ze in de hand. Geen idee. Veel verwondingen. Veel zieken. Waar komt misschien die zombie-uitbraak door? Kom, politie. Rij hem aan of zo. Rij gewoon die zombie wel ver. Hij doet niet zo heel veel momenteel. Oké, het is gewoon afwacht tot dag is. Ik zet de tijd gewoon snel vooruit. Want dan is de zombie-uitbraak niet zo heel erg. Even kijken, verlaten gebouw. Waar ligt dat aan? Opgegeten zombies? Opgegeten zombies, oké. Maar de zombie-uitbraak wordt momenteel gewoon een beetje contained. Dus het breidt zich niet echt heel erg uit over de stad. Er vallen geen duizenden doden momenteel. Daar ben ik blij mee. Oh. Nou, huis is net nieuw, meteen opgegeten zombies. Damn. Nou, dat is niet zo fijn, want dan jagen ze al mijn inwoners de stad uit. Of die worden gewoon opgevreten natuurlijk, dus dat is niet zo heel raar. Oh nee, het eerste grote gebouw is al ten einde gekomen. Ja, bam. Ik dacht altijd dat ze gewoon dit bezijns gebouw als eerst zouden pakken, maar dat is helemaal niet zo. Oh, er zijn maar 10 mensen dood gegaan, dat valt nog best wel mee. Weet je wat niet mee valt? Dat ik de aflevering nu moet beëindigen. Dus ik wil jullie graag bedanken voor het kijken deze aflevering van SimCity Steden van de Toekomst, seizoen 2. Laat een duimpje en een fractie achter en abonneer op Kaujuice als je dit een leuke aflevering vond. Dus, ik zie jullie de volgende keer weer en zeg daarom hier, blijf vloeien met beste koetjes, blijf vloeien.